meningsverschil dat recentelijk was ontstaan tussen vicepresident Ronnie Brunswijk en financiënminister Armand Achaibeshin in zaken de betalingen aan met name de ABOP-ministers is achter de rug. Dit kwam naar voren in een videoboodschap van de communicatiedienst, waarbij het staatshoofd, de vicepresident en de financiënminister duidelijkheid verschaffen over de stand van zaken. Issues die er waren over betaling van RSU, ministerie die geen geld krijgen enzovoort, hebben we hier besproken. De minister van Financiën zit ook hier. We hebben de zaak bekeken. Hij heeft het technisch uitgelegd hoe die dingen zijn. Soms is die betaling, die autorisatie gegeven, dan duurt het nog een aantal dagen, waardoor bijvoorbeeld de centrale bank moet nog in beeld komen enzovoort. Dus al die dingen zijn technische dingen. Maar in ieder geval is geen issue meer over besproken. Er waren een paar dagen in de pers, je hoort dit, ik heb gezegd, want de meesten komen bij mij. En VP, we hebben nog geen geld. En dat heb ik gezegd. Maar de president heeft de minister erbij gehaald. En we hebben gekeken naar de zaak. En natuurlijk zijn hier en daar nog kleine dingen. Brunswijk zegt dat het belangrijk is dat de zaken nader zijn uitgelegd, waardoor partijen weten waar ze aan toe zijn. Achaibeshin legt uit dat er veel technische zaken spelen die maken dat het soms niet direct duidelijk is waar het om gaat. Dus in dat proces moeten we wat verbeteringen brengen. In ieder geval is het zo, meneer Roosval, dat is een technisch proces, is het zo dat ik hoop dat de indruk die bij de vicepresident ontstaan was, dat door mijn handelen zijn ministeries achtergesteld werden, dat die indruk door het gesprek en de uitleg die wij hebben gehad samen met de president, dat die indruk weggenomen is. En ik hoop dat dat het geval is, vicepresident. We hebben ook afgesproken, en het is niet de afspraak van vandaag, dat mijn collega-ministers mij altijd kunnen benaderen als er zaken van spoedeisende aard zijn. En ook de vicepresident en ook de president. En dan wordt er meteen aandacht aan geschonken. Dus met deze hernieuwde afspraken hoop ik dat het grote misverstand dat we zo kwalificeren, dat die weggenomen is. Achaibeshin zegt verder dat hij hoopt dat er in de toekomst betere werkverhoudingen tot stand komen. Hij benadrukt altijd beschikbaar te zijn voor de ministers en ook de vicepresident, indien er nader uitleg vereist is. De financiënminister spreekt de hoop uit dat zaken voortaan eerst met elkaar besproken worden voordat men naar de media stapt.